behoorlijke groep. Dat kan niet. Ja, toch? Ja, jullie staan hier op een oude zeebodem, want het eiland Ruigoord, hield op daar bij de weg, dat was de dijk, het weggetje, en hier was dus de zee, de Zuiderzee, met eb en vloed, en dit is dus allemaal zeeklei. En toen wij hier kwamen, toen waren dit aardappelvelden, die dan toch naar traditionele manier gifpiepers aan het kweken. En ja, hij vond ons maar Indianen die hier omheen woonden. Dus het heeft nog een tijdje geduurd voordat hij op ons moest stuiten. En dat was eigenlijk ja, onze eerste kennismaking met dit gebied. Het was helemaal zwart. Het was helemaal ja, een aardappelveld trouwens. In ieder geval hebben we hier het oog van. Ja, misschien, hoe lang zijn die boeren nou weg? Misschien 12, 14 jaar dat ze vertrokken. Nee, want het is een van de goede dingen van wat er met Ruigoord gebeurd is, is dat het hele dorp nu van ons is. In de tijd dat we hier nog woonden met oude bewoners, was eigenlijk alles afgezet met prikkeldraad. En ja, die hielden daar boeien, dat waren boeren die zagen. Land laten verwilderen, dat was belachelijk. Dus, nou dat is eigenlijk, we hebben het gekraakt in 1973 en er waren nog wat oude dorpelingen die weigerden weg te gaan. Die hebben samen met ons geknokt voor het behoud en die hebben het ook gerecht tot het jaar 2000. Toen werd dit uiteindelijk gelegaliseerd, maar omdat het in een industriegebied ligt, mocht er niet meer gewoond worden, maar wel gewerkt. Dus het zijn nu geen woningen meer, het zijn nu werkplaatsen. Maar in feite verandert dat niet zoveel. Nee. Maar wat wel veranderd is, is de omgeving van Ruigoord. Mm-hmm. Het was opgespoten door Amsterdam onder leiding van onze grote Joop den Uyl. Er moest een doorbraak naar zee komen. De Amsterdamse haven, die, dat hele gebied langs het Noordzeekanaal, dat moest industrie worden met de hoogovens aan het einde als, als bekroning. Ja, we mogen blij zijn dat het niet gebeurd is, want Amsterdam is al, nou dat zou ontzettend vervuilend gewerkt hebben allemaal. In ieder geval, we zijn er in geslaagd om dat hele proces 30 jaar te vertragen. Maar rond het jaar 2000 was het optimisme aan de kant van de haven weer toegenomen. En zeiden ze, nou ja, nu moet Ruigoord toch verdwijnen. Maar goed, door allerlei onderhandelingen en juridische stappen zijn we er nog. En in, niet in de laatste plaats door de steun van onze geheimzinnige beschermheilige Gertrudis, Gertruid. Dat zal ik straks iets over vertellen als we bij haar beeld komen. Want er gebeuren hier allerlei dingen die nog de politici, nog de havenbaronnen, eigenlijk nog wij zelf begrijpen. Steeds als het dreigt behoorlijk mis te lopen, dan gebeurt er iets hier. Een ingreep. Beschermengelen is hier. Ik heb er niets aan geleden, kwam er een man hier met een camera, een serieuze man, en die zei, je kunt niet geloven wat ik hier s'nachts heb gefotografeerd met een digitale camera. Ik ben niet zo'n fotograaf, maar het schijnt dus als je in het donker je digitale camera openzet, net als wanneer je s'nachts een cassette recorder op je derk gaat lopen, dan ontvang je soms geestenstemmen op die recorder. Ja, in mijn jeugd was dat een hobby. Ik weet niet of jullie dat soort dingen nog doen. Nee. Maar als je nou... Ik mag alleen met transistor gaan. Transistor. Ook geen Ouija-borden meer. Maar goed, ik weet het niet. Maar dat was toen
Ja, je hebt nu internet. Maar anyway, die man die had dus hier 's nachts gefotografeerd met zijn digitale camera en het, of gefilmd zelfs. En daar zie je allemaal wat hij noemde orbs. Oh ja, orbs. Orbs. Ja, 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 ja. Dat zijn lichtende bollen. Als je inzoomt, en, je kunt het op uitvergroten op zo'n camera. Ja, maar die heb ik een keer gezien toen je landwiel was. Oh ja? Ja, ja, ja? En ik heb hier iets gezien wat, ja, ik kan nog steeds niet verklaren. Ik geloof niet echt in UFO's, maar ja, dat is onverklaarbaar. Maar ook, het is geen kwestie van geloven, ik bedoel, als je het ziet, maar, zie je het. Nee, maar het was ook zo'n raar. Ja. Het was ook hier... Maar het kwam erop neer dat zo rond die kerk in de nacht en op allerlei plekken eigenlijk een aantal van die lichtwezens, lichtvolle bezig zijn. Een soort dans is het ook. En ze veranderden ook van plek. En hij zoomde in op zo'n ding, dat je het groot zag. En dan zag je het inderdaad, net als bij een kwal als het ware, een soort leven erin, wat niet zo gedefinieerd was. En maar wat mij verbaasde was, dat ik een keer videoopname heb gezien van een crop circle. Mensen die echt s'nachts bij die crop circles op plekken waar het kwam. En er zijn een paar crop circles gefilmd, terwijl ze gemaakt werden, of terwijl ze ontstonden liever gezegd. En dat waren niet die twee eikels met een plank en een touwtje hoor, echt niet. Maar daar zag je dus ook die lichtbollen aan de gang. En er was ook een soort geluid van krekels achter. Dus het was een soort... En inderdaad, het leek alsof die bollen die energie, die crop circles maakten. Maar goed, oké, dat terzijde. Maar dat is dus hier op deze plek blijkbaar ook aan de hand. En we hebben een keer de Noord-Hollandse Wiggelroede Vereniging hier gehad. En die hebben flink gewiggeld. En inderdaad, het kon bijna niet anders. Wat is het ook weer? Zoveel inspiratie op deze plek. Het kan bijna niet anders. Er zit een kosmisch lek. Nou, het is de lopen ley lines bij die kerk. In die kerk zelf schijnen dan twee vortexen te zijn. Een mannelijk en een vrouwelijk. Of een positief en een negatief in die kerk. Ja, het kan bijna geen toeval zijn dat die kerk op die plek gebouwd is, hoewel het vrij recent is. Dit is eigenlijk pas 100 jaar een dorp. Het is toen het een eiland, werd ingepolderd, toen de zee hier rondom werd ingepolderd en de Allerdaar, het grote Haarlemmermeer werd ingepolderd. Toen werd het Noordzeekanaal gegraven en er was dus heel veel nieuw land. En men had het idee dat men hier suikerbieten zou gaan verbouwen. En daarvoor werden gastarbeiders geïmporteerd helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen. En die waren katholiek. En die brachten hun eigen Gertrudis mee, hun beschermheilige. Want die vind je eigenlijk bijna niet in het noorden, Sint-Gertruid. En die bouwden hier een dorpje voor die gastarbeiders. En hier rondom ontstond een gigantische bietencultuur met als hoogtepunt een gigantische suikerfabriek in Halfweg. Wat vroeger het landhuis Zwanenburg was. Die Zwanenburg, dat stukje staat er nog, van de oude Zwanenburg. Dat was de enige dijk tussen Amsterdam en Haarlem. Voor de rest was het allemaal water. Hier was zee, daar was de Haarlemmermeer. En op dat punt moest iedereen dus betalen. Het was een tolhuis. Nou ja, daarnaast is nu die gigantische suikerfabriek verrezen die intussen gesloten is en waar ze een soort pretpark van willen maken. Je hebt ze misschien gezien, die grote cilinders met 's nachts allerlei lichten. Dus ja, alles verandert behalve Ruigoord eigenlijk. Dat is gewoon weer grappig. Kijk, er zijn niet veel huizen waar zo de kriem op het dak. Dus dat zijn de kleine dingen, de kleine vrijheden die we hier nog hebben. Wildplassen is al link geworden sinds Theo Klein met zijn groene snor een keer gearresteerd werd door nu op het parkeer van zijn vissen. Oh, maar gearresteerd zelfs? Nou ja, omdat hij tegenspartelde. Oh ja, dat is maar fijn, dit is dus... dit is eigenlijk in 10 jaar is dit ontstaan, uit het aardappelveld. En deze huisjes zijn allemaal zelf gebouwd, dat huisje daarachter. En dit is natuurlijk wat er stond. En het laat eigenlijk zien hoe je in een vrij korte tijd van een barre vlakte een soort paradijselijk droomgebiedje kan maken. Dus laten we even een stukje die kant op lopen en dan kunnen we dat ook zien. Veel bomen geplant, ook. Ja.
Dit is allemaal geplant hier. Langs de weg komt dan wat. Maar verder dat is allemaal. Van kunstschilder Theo Klei, die sinds hij hier woont eigenlijk zijn kunstschilderschap heeft ingeruild voor een soort landbouw of landschapskunst. Hij heeft het allemaal zelf gemaakt, het brave strandje daarachter is een enorme moestuin, maar hij houdt het dicht vandaag. En dit is dus, dit was 10 jaar geleden een aardappelveld. En dit is wat een eenvoudige dromer als Theo, die ook 2 linkerhanden heeft, min of meer, toch tot stand kan brengen. Dat daar zijn ook allemaal zelfgebouwde ateliers. Die dingen kosten een paar duizend euro. In de tijd toen we ze neerzetten, ze staan in een week. Het zijn net bouwplaten. We krijgen nu 10 nieuwe ateliers en dat moet allemaal volgens de regels. Die kosten 20.000 euro. En, er moet vloerverwarming in en weet ik wat allemaal, dubbele ramen. Al de regels die er tegenwoordig zijn voor woningbouw. Maar zo simpel kan het dus. En zo simpel hebben we het gedaan. En we proberen het ook simpel te houden, want hoe duurder die ateliers zijn, hoe meer huur we moeten gaan betalen. Dat is ook een totaal waanzinnige paradox, want officieel mag je dit allemaal niet meer doen volgens de regels. En we zijn gelegaliseerd, dus we moeten ons min of meer in de regels houden. We zouden het zelf zo kunnen doen, veel goedkoper. We wachten nu al 2 jaar op die vergunningen en toestanden. Er moeten riolen gelegd worden, er moeten leidingen gelegd worden. We hebben hier altijd geleefd met gaten in de grond. Dat kan misschien niet meer. En we hebben ook wat goede toiletten nu daar. Maar van ons hoeft het allemaal niet. Maar dat is dus... Nu we de strijd om ons bestaan gewonnen hebben, moeten we de strijd tegen de normalisering... gaan voeren. En dat is eigenlijk nog wel moeilijker, want het is heel moeilijk te ontdekken wie nou precies je tegenstander is. Eigenlijk zou ik zeggen, ik heb liever 20 mensen in een hut dan 10 zogenaamde goed verdienende kunstenaars in dure ateliers. Als het om de geest van Ruigert zou gaan. Maar dat is... Dat is misschien wat ik hier kan vertellen. Kijk nog even goed hoe een droom werkelijkheid kan worden, zelfs in zo'n gek gebiedje als dit. Maar dat strandje heeft hij nog niet zo lang geleden gemaakt? Nee, dat strandje is van dit jaar. Ja. Of van de winter heeft hij dat aangelegd. Waar worden de nieuwe ateliers? De nieuwe ateliers, dat zal ik je zo wijzen. We hebben nog een paar ongerepte stukjes, maar... Dat is ons restaurant, zoals je misschien weet hier. Ja. Dat zie je ook niet zo gauw van de straat. Daar zijn de, ook voor de medewerkers en de artiesten de maaltijden. En we willen misschien op den duur als we weer een restaurant maken. Ja. We zijn ook een beetje ongeproduceerd. Ja. 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 Ja.